Ja, ik ben Vincent Greffel, ik ben 24 jaar, student in Rotterdam. En we zijn hier in het Oceanium van Bledorp. Wat gebeurt hier vandaag? Vandaag is het World Ocean Day, eigenlijk iets wereldwijds. En vandaag hebben we een unieke conferentie in Rotterdam, waarbij de grootheden op het gebied van de oceanen bijeenkomen om het over de oceanen te hebben. Wat moet het resultaat zijn aan het eind van de dag? Hopelijk een stuk bewustwording. We hebben hier nu 200 mensen zitten. Die zijn natuurlijk allemaal al bezig met dit onderwerp. Het zijn vooral experts, NGO's, wetenschappers. Maar we hopen echt dat de boodschap dat het zo belangrijk is om hierover na te denken, wordt uitgedragen. Vanavond is er nog een groot symposium op de Erasmus Universiteit, waarbij meer dan 1000 mensen aanwezig zullen zijn. Heeft u nog meer doelen voor ogen? Toevallig ga ik volgend jaar ga ik een expeditie ondernemen met twee vrienden van mij. Met één vriend van mij. We gaan met z'n tweeën. Wat we gaan doen, wij gaan als eerste 9000 verticale meters overbruggen. We willen dat doen om aandacht te vragen voor de achteruitgang in biodiversiteit. En wat we gaan doen is een duik maken naar 152 meter diepte. Dat doen we met rebreeders. We zijn allebei heel erg ervaren duikers. Maar daar zijn we de komende maanden mee bezig om daarmee voor te bereiden. Vervolgens gaan we opstijgen, gaan we fietsen. En dan fietsen we naar basecamp van Mount Everest op 5200 meter. En dan gaan we Mount Everest beklimmen. En bij elkaar is dat dus 9000 verticale meters. U heeft ook een prijs gewonnen, inmiddels al. Welke is dat? Dat is Create Your World. Rotterdam is dit jaar Europese jonge hoofdstad. En een project daarvan was dat je je droom op kon geven en daarmee 10.000 euro kon winnen. Tenminste, om die te gebruiken om je droom te verwezenlijken. Ik ben er een van de 5 winnaars van. En mijn droom was om jongeren te inspireren met de oceanen en ze te bewust te maken van de problemen die er spelen. Tussen de 26 jaar geleden dat ik met duiken begon en vandaag heb ik de wereld onder water op uitermate dramatische manier zien veranderen. Zo erg dat ik een aantal jaar geleden besloten heb om mijn praktijk stil te leggen, stop te zetten. Ik zie nog wel wat patiënten, maar veel en veel minder. En de rest van mijn leven te gaan wijden aan de bescherming van de oceanen. En dat is keihard nodig. Ik zal een paar voorbeelden geven. Toen ik begon met duiken, toen had ik een lezing bijgewoond van Jean-Michel Cousteau, de zoon van de beroemde Jacques Cousteau. En die vertelde toen dat in zijn duikcarrière, dat was toen precies 25 jaar, dat hij de koraalriffen voor zo'n 25% had zien verdwijnen. En dat klopte met de wetenschappelijke gegevens. Toen dacht ik, wauw, in 25 jaar, 25% weg. Hoe is dat in godsnaam mogelijk? En in de loop van mijn eigen carrière als onderwaterfotograaf heb ik het nog veel erger zien gebeuren. En op dit moment is er niet één koraalrif in de wereld dat nog helemaal gezond is. Het Great Barrier Reef in Australië is doodziek. De prachtigste riffen in Papua-Nieuw-Guinea en in Indonesië zijn geen van allen meer gezond. Ze hebben ziektes, ze zijn beschadigd door dynamietvisserij. Ze hebben ernstig te lijden van de klimaatopwarming, waardoor de hele kleine algjes die in symbiose met de koraalpolypjes, dat zijn de eigenlijke bouwers van de koraalriffen, die gaan dood, die algjes. En dan verbleken de koralen. En wat je overhoudt is een dood koraallandschap. Dus ja, het is dramatisch. De mangroves, die zo belangrijk zijn over de hele wereld als enorme schokbrekers. Als we met kerst 2004 alle mangroves nog gehad zouden hebben, zouden er tenminste 50.000 mensen meer die tsunami die er toen was overleefd hebben dan nu gebeurd is. Dat zijn namelijk schokbrekers, die mangroves. Maar eigenlijk nog belangrijker, het zijn ook de broedkamers van honderden vissoorten. Dus als je de broedkamers weghaalt en je doet aan verschrikkelijke overbevissing, plus de klimaatopwarming die voor een belangrijk deel veroorzaakt wordt door de overbevissing. Dat mag ik misschien straks uitleggen. Maar dat is heel belangrijk. Mensen realiseren zich dat niet. En je telt al die ellende bij elkaar op. Plus het feit dat bijna 40%, het officiële getal is 37,4%, van alle visvangst wordt verwerkt tot visvoer. Visvoer. Hoe bestaat het? Ja, voor vis, maar ook voor varkens en voor kippen. Dus dat is niet te geloven. Dus we voeren
meer dan een derde van de oceaan gewoon aan onze kweekvis, terwijl kweekvis juist bedoeld is om de oceanen te ontlasten. Waar de mensheid mee bezig is, maar ja, we hebben het vandaag op Wereldoceaandag al verschillende keren van verschillende sprekers gehoord, dat is een optimale vorm van zelfdestructie. En wie is uiteindelijk het grote slachtoffer straks? Dat zijn alle mensen in de derde wereld die echt moeten leven van vis, want wij hebben dat helemaal niet nodig. De ellende die wordt natuurlijk maar door twee dingen veroorzaakt. Dat is één, de enorme overbevissing. Er wordt veel te veel vis gevangen door veel te veel schepen. En er wordt gevangen op veel te weinig, of gejaagd op veel te weinig vis. En twee, door de consument. En er is een gezegde dat zegt dat zolang er vraag is, is er aanbod. Dus we moeten stoppen met vissen. Dat zegt Daniel Pauly, de bekendste visserijbioloog ter wereld ook. Ik weet niet, hebben jullie hem al voor de lens gehad, maar voor de camera gehad? Nou, dat is zo belangrijk. We moeten gewoon stoppen met vissen. We moeten terug naar de kleinschalige visserij van 50 jaar geleden. Dat is de enige oplossing. De consument moet gewoon het ervoor over hebben dat onze kinderen en kleinkinderen ook nog hun vreugde kunnen beleven aan de oceanen door nu te stoppen met vissen en met vis eten. En een andere oplossing zien we gewoon niet. Dan kun je natuurlijk zeggen, ja, MSC-vis, dat is een vis die is duurzaam gevangen. Hè? Marine Stewardship Council, dat is een beetje analoog aan het Forest Stewardship Council. Dat is hout dat op een duurzame wijze verkregen is. MSC is vis die op een duurzame wijze verkregen is, maar hè, dit wordt steeds groter. Stel je voor dat straks alle vis MSC is, dan zitten we weer op precies hetzelfde probleem. En dat willen we dus niet. Dus er is maar één oplossing. En Daniel Pauly zegt het, Paul Watson zegt het natuurlijk, stoppen met vissen. Dus dat is één. Maar dan moeten consumenten het ervoor over hebben en niet egoïstisch zijn en zeggen van, oké, dan maar geen vis meer eten. Maar het is de enige oplossing. En MSC-vis is geen oplossing om die oceanen te redden. Dat is het vervelende. Willen we de oceanen redden, moeten we gewoon stoppen. Keihard stoppen. Dan hebben we hier te maken met een minister in Nederland, Gerda Verburg, van LNV, dus ook visserij, die dus zegt, na elk rapport dat eruit komt over deze dramatische ontwikkelingen, nee hoor, het is allemaal niet zo problematisch. We moeten gewoon juist vis blijven eten, want het is goed voor onze gezondheid. Nou, daar wil ik nog met name iets over zeggen, want dat is echt bullshit. Sorry dat ik het zo keihard uitdruk, maar het is zo. Er wordt altijd gezegd, ja, we hebben die proteïne nodig, die dierlijke eiwitten van vis. Niets is minder waar. We hebben 30% te veel dierlijke eiwitten in het Westen, in het rijke Westen. Die eiwitten, die hebben de mensen in Afrika nodig, in de Pacific nodig, in Oceanië, Melanesië, daar hebben ze ze nodig, want daar hebben ze geen andere bronnen van voedsel. Dus die hebben ze wel nodig, wij niet. Oh, wordt er gezegd, ja, maar die omega's die zijn ook zo belangrijk, omega 3. Wist je dat omega 3 een plantaardig product is? Vis maakt dat helemaal niet zelf. Die haalt dat uit eencellige planktonalgen en die algen kunnen we perfect kweken. Dus dat is ook een oplossing. We moeten algen gaan kweken. En we moeten veel meer vis gaan kweken. Maar niet gaan voeren met wilde vis. Met plantaardige voeding. En dat kan bij een heleboel vissoorten. Maar we gaan die vis niet kweken om op te eten. Maar wel om terug te zetten in de oceanen. Dat wordt in verschillende landen al gedaan. Kijk, en dat zijn de oplossingen waar we aan moeten werken. Maar wacht maar, de crisis is heel erg nabij. En net als dat de banken omvallen straks, dan moet de politiek ineens maatregelen nemen. De visserij gaat nu omvallen. Dat gaat heel binnenkort gebeuren. Want in 2012 worden er keiharde beslissingen genomen door Europa. De Green Paper van Joe Borg, de Eurocommissaris Visserij, is net uit. En daarin staat dat een groot deel van de visserijvloten van Europa gesaneerd moeten worden. Probeer echt je visconsumptie te beperken. Of liever nog, stop ermee. Het kan namelijk niet meer. De vissen, de zeeën zijn gewoon leeg op dit moment. En we hebben ze nodig voor de toekomst. Het tweede wat we moeten doen is dat we een einde moeten maken aan het subsidiëren van de visserij. Onze belastinggeld gaat met miljarden daar naartoe jaarlijks. Dat moet gestopt worden in Europa. Daarnaast denk ik dat het van belang is dat er natuurreservaten komen op zee. Zodat de zee zich kan herstellen van die roofbouw dat is gepleegd de afgelopen decennia.
En ik denk dat dat is wat de politiek ook kan doen. Wij kunnen eigenlijk simpelweg voorkomen dat er illegaal gevist wordt. We kunnen de verdragen die er zijn om de vissen te beschermen, om de zee te beschermen, gewoon handhaven door daar ook mensen op te zetten. En we kunnen zelf als consument zo eenvoudig kiezen voor die vriendelijker en dus planeetvriendelijker eten. En dat is toch over het algemeen een vegetarisch dieet. Ten slotte, op de persconferentie had u nog wel stevige opmerkingen wat u niet in de film heeft gezien, wat u miste in de film. Wat was dat? Ja, wat mensen zich niet realiseren is, of wat ons wordt wijsgemaakt, is dat vissen geen gevoel zouden hebben. En dat het maar simpele wezens zouden zijn en niet zo intelligent. En omdat ze dus lower life forms, zoals ik dat heb genoemd, want alles moest in het Engels, kunnen we ze gewoon maar opeten. Maar uit studies blijkt dat vissen gevoelens van pijn en stress kunnen ervaren. En die ervaren ze ook op die grote schepen waar ze met tonnen op worden gedumpt. En het duurt soms tot 30 tot meerdere uren voordat ze dood zijn. En dat is gewoon puur dierenvijandig. En dat moeten we op een andere manier gaan oplossen. Dus er moet een andere manier van doningsmethode komen. Maar we moeten ook af van die massaliteit. Zo ontzettend veel vissen uit de zee halen, tegelijkertijd dumpen op een schip, dat is niet anders dan gewoon puur roofbouw en pure dierenmishandeling. My name is Fabien Cousteau. I am now a third generation ocean explorer and filmmaker. My grandfather was Jacques-Yves Cousteau and my father is Jean-Michel Cousteau. I've been diving since my fourth birthday, so you're right. And over that short lifetime, I've seen a lot of changes. In just the last 20, 25 years, the oceans have changed quite a bit. Let me give you an example or a dream that keeps coming back to me because of this. I dream that we're facing these three dark horsemen of our own creation. One of them is the climate change that's warming up our oceans and changing the pH balance of the oceans. The second one is the gross overuse of natural resources in our oceans, meaning fishing. And the third one is pollution, meaning the garbage that we throw into the waste stream that goes into our oceans, both as things that we see and also the chemicals that we do not see. All those things don't let me sleep at night. And these things have only come up in great force in my generation. I think the solutions rest in each and every one of us. As individuals, we're the decision makers in our everyday lives. The bad habits that fuel the problem of our oceans are based in what we choose to do every time we make a choice. When we see our neighbors, our friends, our family making bad choices, it's our duty as ambassadors of this knowledge to inform them what is happening and to impassion them into caring and changing their habits. As consumers, as the ultimate decision makers, it is our duty to inform the business people and the governments that we're not happy with what's happening and that
laws needs to change. Manufacturing needs to change. It all rests in our power to do this. We are, it's like being in a Ferrari driving at 200 kilometers an hour, and we see a wall coming up very, very fast. Some scientists say in less than 50 years. And we have the power to push the brake. But so far, no one's doing anything. It's a very big problem. Your grandfather, he was busy with the rights of the sea all his life, even with the United Nations, the Equator Regulation, yes. Even the Common Market agreed with it, yes? What happens now with that regulations? What's that? Well, it's a wonderful philosophy, these regulations, these treaties signed and everything else. But laws without enforcement don't have any power. And so we need to make sure that the work of previous generations to try and right the wrongs is enforced. And it starts with each one of us. Write to your congressman, to your prime minister, to your president, and tell them that this is not acceptable. And they will listen because they want to be reelected. They are beholden to the public. They need to make decisions according to what the public wants. And if the public wants to protect the oceans, then hopefully that will happen. The United Nations is a wonderful body, but as a universal body, it can only suggest what to do. It cannot enforce what to do. So it's really up to the individual governments and people to decide to follow those rules. Thank you.